Maar dat vonden ze dan toch wel niet zo goed. En dus begin van de jaren 1900 heeft dus de familie De Wolf dus een grond afgestaan op die hoek aan de kerk. En heeft dus de kerkfabriek, dus de kerkraad, heeft daar een kapel gebouwd. En dat is deze kapel. Dat dateert van 1913. Maar het is al de zoveelste kapel die er op die hoek stond eigenlijk. En dus, ja, dat is eigendom van dus de kerk in Brakel. En die is ook zeer mooi versierd geweest, dus met een timpaan hier, een schilderij, dat zeer geavond is. Dus en op dit ogenblik is dus de buiten de restauratie, de muren, het dak is vervangen, de muren zijn uitgefreesd, de vloer is uitgefreesd, erboekt en zo. De ramen zijn gedaan met een glasplaat ervoor, zodat ze beter beschermd zijn. Dus daar is zeer veel werk aan. Wat er nog kan gebeuren is dat die een draad hier met die betonpaaltjes, dat hoort er niet 100% bij. Laat ons hopen dat men er op het idee komt om een haaksje te zetten en dat zal dan toch wel ook nog een stuk mooier zijn, zodat het ook beter uitkomt. Dus alleszins, dat is dus een restauratie die dus door vakmensen ook gedaan wordt, trouwens die ook de vakmensen gedaan. Dus en dat kost wel een stuk geld. Dus er is en ook het MBCE gaat er ook een stukje van sponsoren. Ook de CERA sponsort daarin. Dus eigenlijk, er is wel geld nodig, maar als je dan het resultaat ziet en die er al voorbij gekomen is, uiteindelijk kunnen we dat meer van halen. Dus eigenlijk twee projecten, twee zeer sterke projecten, twee kapellen die elkaar waard zijn, hè, qua ouderdom. Dus alle twee prachtig gerestaureerd. Hier nog maar de eerste fase, er komt nog een fase. Dus, en dan zullen we zien, want ik geloof dat vandaag de vloer er bezig is.